kaartjes kiezen. Het kost €2,50 zo'n boekje. Verder is het allemaal gratis. Het is heel leuk om te doen, want er zijn allemaal van die opdrachtjes bij. Dit is een machine die iemand gemaakt heeft. Nou, niet hiervan, maar dat is gewoon een uitvinding. Ik weet alleen niet wat daar precies te doen moet zijn. Er zijn ook allemaal nummertjes die op de grond liggen. En als je dan in dit boekje dat nummertje ziet, dan moet je daar naartoe gaan, zoals nummer 3. Dit is wel leuk, want dit is ook een opdracht. Dan mag je zelf tekenen wat je in je eigen boekenkast zou willen hebben staan. Nou, eigenlijk geen boekenkast. In je uitvinderskast zou willen hebben staan. Soms staan er alleen wel plaatjes dat je niet aan mag komen. Hier mag je wel aankomen. Hier staat, dit is een heel interessant weetje, want de computer die was vroeger eigenlijk een grote rekenmachine die bijzonder ingewikkelde sommen en berekeningen kon maken. Dus net als, zoek jij wel eens iets op met Google. Die naam komt van het woord Google. Google is het getal 1 met 100 nullen erachter. Je kan dat dan ook 10 C, D's. Wat een moeilijk woord. C, D, Ciliard noemen. Er bestaat niks dat zo groot is als 1 Google. En hier zie je 1 Google. Ongelooflijk groot dus. Nou, ik ben nu boven. En ik zie hier van alles. En dit ziet er wel heel vet uit. Dat is nummer 6. En volgens mij is dit dat je hieronder moet gaan. Ik heb net opdracht gelezen. En ik las net dat ze aan 1 draadje hangen. En als je 1 lamp weghaalt, dat ze dan... dan valt het hele kunstwerk naar beneden. En dat is niet zo fijn als je daaronder ligt. Dus alle lampen die houden elkaar in balans. Ze hebben ook gezegd dat, ja kijk, nu worden ze geel. De lampen worden nu geel. En dat betekent dat de lampen warm zijn. Dat betekent dus dat het zomer is. Als ze wit worden, dan is het gewoon normale temperatuur. Dat denk ik dan. En als het blauw wordt, dan is het koude temperatuur. En ze zeggen ook dat het beweegt. Niet alleen als je het aanraakt, maar ook als je het niet aanraakt. En dat klopt wel. Maar ik weet alleen niet of het klopt omdat de aarde draait. Maar ik denk het wel. Nou, dit is een ander ding. En als je een frisbee daarin gooit, dan gaat hij de hele tijd rondjes rijden. Alleen gelukkig ben je dat te pikken. Tegen dat scherm aan. Volgens mij zijn dat allemaal bacteriën of zo. Waar het op lijkt. Ik heb nu een beetje uitgevonden hoe het nou precies werkt. Dus ik heb hier een groot groen blad. Een grote blauwe hoek. En een grote gele. Als je deze blad nou hier zo voor de lens houdt, of gewoon ergens erop legt, dan krijg je allemaal verschillende dingetjes. Dus als ik nou rood hier zo leg, dan krijg je ook weer zo'n mooi effect met kleuren die op de grond is. Dit zijn alle kleuren die ik net ook gebruikt heb. En zo ziet het er dan uit.
Dus dat ziet er wel echt heel vet uit. Volgens mij als je hier met je hand nu... Ik weet alleen nog niet helemaal zo goed wat dit nou precies moet zijn. Maar upload is... Hij is nu aan het uploaden. Dus ik denk dat dat betekent dat ik dat dan... Dat daar een foto van gemaakt wordt en dat het dan op Facebook gezet wordt. Dit vind ik echt wel echt een van de beste dingen die ik tot nu toe gezien heb. Nou, dit is bij nummer 5. Bij nummer 5 zie je hier een hand met allemaal knopjes. Hierbij, daar zo, zie je op de muur zie je een beeldscherm. En je kan met deze kan je de, met dit knopje kan je draaien en kan je de gegevens opnemen. Hier zit ook nog een knopje. Dit heb ik zelf niet eens gezien. Hier zit ook nog een knopje. Oh. En nu? Oké. Dit vind ik wel echt gaaf. Dan kan je je eigen ding kan je creëren. Vet. Dit is een van de drie tafels. Een van de drie doedingen hier. Dit zijn allemaal tafels en daar kan je ook allemaal doedingen doen. Zoals de draaiende optochtmachine. Nou, dit is hem geworden. Ik vind hem echt heel leuk geworden. En hier staan dus allemaal andere dingetjes ook. En de tape zit er, zodat hij iets hoger blijft. Zo. Hij staat alleen een beetje scheef. Alleen ik weet niet waarom. Leuk vindt. Ik hoop ook echt vooral dat je hier naartoe gaat. Dus ja, doei!